Justin Odeurs, jullie zijn met Lierse herfstkampioen na de wedstrijd gisteravond. Hoe is het gelopen, de derby tegen Gijst? Goh, ik kan wel zeggen dat het een heel moeilijke wedstrijd was, omdat Gijst in de 4-1-4-1 speelde. Dus twee heel grote riemen eigenlijk voor door te voetballen, wat onze kwaliteit toch wel is. Maar ik denk, het voetbal en het spel was beter en we zijn er dan toch doorgeraakt. Jullie scoren vlak voor de rust, denk ik? Ja, ik denk een minuut voor de rust dat we scoren. Senave die nog een paar heel goede ballen pakt, maar dan toch een voorzet van Gorp en Corijn kan hem dan binnen tikken. Heel mooie actie. En ik denk dat we dan de rust ingaan met een goed gevoel en ook wel weten dat we de sterkere ploeg zijn. Mm-hmm. Dus we komen dan ook uit de kleedkamer, wel niet met het gedacht van we zijn er, want je weet, Gijst, dat is zo'n ploeg van geef het nooit op. En dan maken we eigenlijk redelijk snel nog de 2-0. Mm-hmm. En dan hebben we alles goed vastgezet. Ze hebben niet echt kansen gekregen. Een paar diepe ballen, maar voor de rest niet echt iets. Ja. Wat betekent dat voor jullie, die herfsttitel? De heenronde zit erop. Je hebt de enigste ploeg die nog niet verloren heeft in deze competitie. Dat zorgt voor flinke motivatie ook? Ja, motivatie zeker. Als je ziet als keeper dan, in mijn opzicht. Mm-hmm. Je hebt maar 3 tegendoelpunten en nog geen 1 wedstrijd verloren. Dan denk ik dat je dat moet schrijven als een heel mooi resultaat. En ook van de ploeg uit, ik denk dat wij een ploeg zijn die heel hard heeft gevochten deze competitie, of die nog bezig is. En ik denk dat we ergens verdienen wel om van boven te staan. Maar ja, er komt nog een terugronde en dan de play-offs, dus we moeten altijd afwachten met wat er nog gaat komen. Ja. Dan, je bent hier vandaag op Tiene, je hebt de match gezien, Tiene tegen Genk. Jullie moeten volgende week naar hier komen. Hoe zie je dat? Ja, Tiene is een... Ja, een moeilijke ploeg natuurlijk. Voetballend kunnen ze er ook natuurlijk wel van. Het zal afwachten worden en ons spel weer brengen eigenlijk elke wedstrijd. Net gelijk dat we thuis hebben gedaan. Rap proberen scoren en dan moet het normaal in orde komen. Mm-hmm. De heenronde is afgesloten. Jullie staan 1 puntje voor op Standaard de kampioen en 1 puntje op Anderlecht. Zal het tussen deze 3 clubs gaan dit seizoen? Goh, ik denk dat we dat nu nog niet mogen zeggen, want de terugronde moet nog gebeuren en dan nog de play-offs, dus alles kan nog veranderen. Maar ik denk dat de ploegen zijn waarover de mensen wel spreken. En dan is het van ons, van het Liersen uit, om dat waar te maken, van, mm-hmm. dat de mensen daar blijven over spreken. Dus we zullen wel zien. Ja. Het is misschien ook deze keer sinds jaren dat 3 ploegen terug dichtbijeen staan. Dat maakt de competitie spannender. Is dat een leuk gegeven ook? Ja, ik denk dat spanning altijd wel moet zijn in een competitie, want als er geen spanning is, dan is er ook geen motivatie, mm-hmm. denk ik dan zo. Maar spanning is altijd heel plezant en we zullen afwachten wat het resultaat brengt op het einde van de competitie. Oké, dankjewel. Veel succes. Graag gedaan, dankjewel.